En daar kunt u uw vraag stellen en dan zal Ingrid deze beantwoorden. Aan het einde zal ik ook nog de belangrijke vragen even in de groep gooien en die verder ook bespreken. En ja, ik ga u zo meteen verder iets vertellen over het prachtige Sri Lanka. En u vervolgens ook meenemen op een digitale reis door Sri Lanka met een afsluiting op de Malediven. En deze webinar zal ongeveer 30 minuutjes duren. En ja, wanneer er nog vragen na afloop zijn, zullen we deze ook samen ook met Ingrid gaan bespreken. Ik zal mij eerst eventjes voorstellen ook. Mijn naam is Karin Zandstra. Ik ben inmiddels 4 jaar werkzaam met Talisman. En ik ben de specialist voor onder andere Sri Lanka, de Malediven, Verenigde Arabische Emiraten, waaronder ook Dubai en Abu Dhabi. En voor Japan. En de foto's die u hier op in beeld ziet, zijn allemaal foto's van mij in Sri Lanka, van de reizen die ik in Sri Lanka heb gemaakt. Links onderin ziet u bijvoorbeeld de Sigiriya Rock. Ja, daarboven ziet u mij en Ingrid van der Spoel samen op de fietsen in de omgeving van Gal. Rechts onderin een kookworkshop. En zo allerlei leuke ervaringen die ik tijdens mijn reizen heb opgedaan. Er zijn vandaag ook een aantal luisteraars die nog niet eerder met Talisman hebben gereisd. En daarom zal ik ook even kort vertellen wie wij zijn. Talisman is al meer dan 25 jaar een maatwerkspecialist in luxe en bijzondere reizen. Met name naar verre bestemmingen. En ja, bij Talisman zijn wij heel selectief in het kiezen van hetgeen dat we aanbieden. Zo reizen wij zelf als specialisten ook regelmatig naar onze bestemmingen om de accommodaties te inspecteren, maar ook om nieuwe tours en nieuwe excursies uit te testen, zodat wij er zeker van zijn dat hetgeen dat we aanbieden ook voldoet aan onze hoge standaarden die wij daaraan stellen. En wij vinden het natuurlijk ontzettend leuk en belangrijk dat wij samen met u een reis samenstellen die helemaal aan uw wensen voldoet en waarbij we ook het optimale uit de reis halen. Op onze website, of op de afbeelding, is een foto van onze website te zien. Daar is natuurlijk nog veel meer informatie ook over Talisman te vinden. Over de specialisten die bij Talisman werken. En hier kunt u ook de nodige reisinspiratie opdoen voor onder andere een prachtige reis naar Sri Lanka. Aibuan. Aibuan is een begroeting die je in Sri Lanka overal zult horen. Letterlijk betekent het, ik wens u een goede gezondheid toe. Ook wel toepasselijk in de huidige situatie op dit moment. De hoofdstad van Sri Lanka is Colombo. En dit is ook het start- en eindpunt van iedere reis. De vliegtijd naar Colombo is ongeveer 13,5 uur. Dit is inclusief een overstap. Wij raden meestal aan om te vliegen met Emirates of met Etihad. Wanneer u met Emirates vliegt, zult u een overstap hebben in Dubai. En met Etihad zal dat een overstap zijn in Abu Dhabi. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om er een aantal dagen voor of na de reis daar ook door te brengen met een stopover. Dat is natuurlijk ook allemaal mogelijk. Tijdsverschil in de zomer, onze zomerperiode, is het 3,5 uur later in Sri Lanka. En in onze winterperiode is dat 4,5 uur later. Daarnaast is het voor Sri Lanka nodig om een e-visum aan te schaffen. Momenteel is de overheid hier nog mee bezig, een beetje mee aan het experimenteren. Dus het kan zijn dat u op het moment dat u de reis gaat maken, gratis e-visum kunt aanschaffen. Het kan ook zijn dat hier enkele kosten aan verbonden zijn. Maar dat zal ongeveer $30 per persoon zijn. Uiteraard bespreken we dat ook allemaal met u als we de reis voor u gaan samenstellen. Sri Lanka is 1,5 keer zo groot als Nederland. Dus het lijkt een relatief klein eiland. Maar de reisafstanden die zijn wel een stukje langer dan dat u in Nederland gewend bent. Met name in het centrale gedeelte van Sri Lanka. Daar zijn de wegen helaas nog niet heel goed. Dus dat betekent ook dat u op een rustig tempo het land zult doorgaan. Ik zal even kijken of ik een laserpoint kan pakken. Vanaf Colombo richting het zuiden, richting Kogalle en ook richting Yala. Daar is op dit moment de enige snelweg van Sri Lanka. Tussen Haputale en Yala zijn ze ook bezig met een nieuwe snelweg. Dus op deze route zijn de afstanden relatief snel af te leggen.
Reizen door Sri Lanka. Iedere reis door Sri Lanka gaat met een privéchauffeur. En de chauffeur is ook tevens uw gids. En deze persoon die zal ook de gehele reis bij u blijven. We vinden het altijd heel erg belangrijk dat u een goede klik heeft ook met uw gids. Omdat deze natuurlijk de hele reis ook bij u is. Dus mochten er bepaalde interesses of bepaalde voorkeuren zijn, dan horen wij dat vooraf altijd graag, zodat wij daar ook rekening mee kunnen houden. Een ander belangrijk vervoersmiddel in Sri Lanka is de trein. Dit is ook vaak een van de hoogtepunten uit de reis door Sri Lanka. Sri Lanka heeft namelijk een van de allermooiste treinritten ter wereld. En hier vertel ik zometeen ook nog wat meer over. Een andere mogelijkheid om door Sri Lanka te reizen is bijvoorbeeld met Cinnamon Air. Dat is de lokale luchtvaartmaatschappij in Sri Lanka. Op de onderste foto ziet u een toestel van Cinnamon Air. Het zijn kleine Cessna-vliegtuigjes met ruimte voor ongeveer 8 tot 10 personen. En het zijn amfibievoertuigen, dus ze kunnen ook op het water landen zoals u hier ook ziet. Maar ze kunnen ook gewoon op een normale luchthaven landen. En een andere mogelijkheid is ook per helikopter. We hebben een aantal talisman-accommodaties die een eigen helikopterplatform hebben. Dus dat is ook een hele snelle manier om van A naar B te reizen. De beste reistijd voor Sri Lanka? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk, want dat is het hele jaar door. Behalve dan in oktober en november. Dan wil ik niet zeggen dat het in oktober en november heel slecht is. Maar dat is wel de grootste kans op wat minder weer. Dus wij raden dan eerder de andere periodes aan. In onze winterperiode tussen december tot met april is het zuidelijke gedeelte van Sri Lanka erg geschikt. En met name ook de westkust. En in onze zomerperiode vanaf mei tot en met ongeveer september is het noordelijke gedeelte van Sri Lanka en dan de oostkust erg geschikt. Augustus is een maand waarin het eigenlijk in heel Sri Lanka heel mooi weer is. Alleen in de theeplantages in het centrale gedeelte van Sri Lanka kan het dan wat koeler zijn. Maar het heeft ook wel weer zijn charmes, want dan zijn de theeplantages extra groen. En dat is natuurlijk heel mooi voor de foto's ook. In de maand juli vindt in Sri Lanka, met name in Kandy, het Perahera Festival plaats. Dus dat is ook heel erg leuk mocht u in augustus, juli gaan. Dan kunt u daar ook een kijkje nemen. Laat dat ons ook gerust weten, want dan kunnen wij een goed plekje voor u op de tribune reserveren. Ik heb u zojuist al kort iets meer verteld over Sri Lanka, maar de lokale bewoners van het eiland willen u ook heel graag iets over hun eiland vertellen. En daarom wil ik graag dit filmpje met u delen. Let er wel eventjes op dat uw geluid aanstaat, maar niet heel hard. Want het filmpje kan soms iets hard overkomen en ik kon dat helaas niet aanpassen. Dus pas het geluid aan en dan zal ik dit filmpje aan u laten zien.
Ik hoop dat u door middel van dit filmpje een nog beter beeld heeft gekregen van de veelzijdigheid van dit prachtige eiland. Vandaag wil ik u heel graag meenemen op een digitale reis door Sri Lanka en met een afsluiting op de Malediven. Daarbij ga ik een voorbeeldreis zoals wij hem ook op de website hebben staan uitlichten en met u bespreken. En de reis, de titel die zegt het al, het is een reis waarbij we hebben gekozen voor boutique accommodaties, kleinschalige accommodaties. Deze reis is deels met adults only hotels. Uiteraard kunnen we er ook een familiereis van maken door een aantal hotels aan te passen. Een ander kenmerk van deze reis is dat er heel veel rust in de reis is opgenomen. Vrijwel op iedere locatie heeft u een dag de vrije besteding, waarbij je er dus voor kunt kiezen om de dag lekker bij de accommodatie door te brengen. Of juist erop uit te trekken. En mocht u daarbij tips nodig hebben, dan kunnen wij u daar natuurlijk ook bij helpen. Sri Lanka is ooit een Engelse kolonie geweest, genaamd Ceylon. En over het hele eiland zijn deze Engelse invloeden ook nog steeds heel goed terug te zien. De locals spreken nog altijd heel erg goed Engels. Er wordt nog op een Engelse manier thee gedronken. En ook in de verschillende hotels waar u zult verblijven is de Engelse koloniale sfeer nog goed te voelen. De eerste stop die u zult maken is in Kotagoda. Als u het ziet bij Colombo, is het een klein stukje noordelijk naar Kotagoda. De eerste nacht verblijft u in de Wallawa. De Wallawa is ongeveer 20 minuutjes rijden vanaf de luchthaven. En daarom starten wij ook altijd in deze, of over het algemeen in deze accommodatie. Dus ook een van de grootste boutique accommodaties waar u zult verblijven deze reis. Maar er zijn slechts 18 kamers en het is nog steeds een hele rustige plek om te starten. De tuin van de Wallawa die is meer dan 200 jaar oud. Dus heel groen en heel tropisch gevoel geeft het. En een andere highlight eigenlijk van uw verblijf in de Wallawa is absoluut de spa. De spa heeft geen vaste openingstijden. Maar het personeel werkt daar op aanvraag. Maar het is absoluut een aanrader om uw reis naar de lange vlucht goed te beginnen. En laat het dan ook gerust weten als wij hier een spa-behandeling voor u mogen boeken. Zodat u de reis helemaal ontspannen kunt gaan starten. Het volgende traject is vanuit Kotagoda richting Kandy. En deze rit zult u samen met de chauffeur afleggen. Het is in Sri Lanka altijd heel lastig aan te geven hoe lang de rit zal duren. Ik denk dat deze rit ongeveer 3 uur zal duren, maar het is altijd heel erg afhankelijk van het verkeer en van de wegen. De komende 3 nachten verblijft u in de Kandy House, een prachtig herenhuis uit het jaar 1804. De Kandy House heeft 9 kamers die allemaal een unieke inrichting, indeling, grootte hebben. En ze hebben allemaal ook een ensuite badkamer. Dat is altijd wel goed om te weten, want de badkamer is dus deels open in de kamer. De Kandy House heeft ook een heerlijke tropische tuin met een groot zwembad. En deze accommodatie is een adults-only accommodatie. Kinderen vanaf 12 jaar zijn hier welkom. De dagen dat u in Kandy verblijft zijn heel goed in te vullen, want er zijn ontzettend veel dingen te doen. Op de dag dat u aankomt, hebben wij in deze reis al een bezoekje aan de botanische tuinen in Kandy opgenomen. Dat is de afbeelding die u linksbovenin ziet. En tevens zult u ook een bezoekje brengen aan de Tempel van de Gouden Tand op het rechtsboven plaatje. De Tempel van de Gouden Tand is ook absoluut een highlight van uw bezoek aan Kandy. Er wordt gezegd dat de Gouden Tand van Boeddha in deze tempel ligt. Eerder noemde ik al eventjes dat in de maand juli of augustus het Perahera Festival plaatsvindt. En dat heeft ook alles mee te maken met deze gouden tand. Het is een eerbetoon aan de gouden tand en aan de Boeddha. Tijdens het Perahera Festival zullen mensen verkleed in grote optochten met veel muziek door de straten van Kandy trekken. Het is een hele bijzondere ervaring ook om dat mee te maken. Op dag 2 hebben we een bezoek bij de locals gepland staan. Links onderin ziet u mij trommelen bij een lokale man thuis. Deze meneer die is zelf al jarenlang trommelaar geweest in de Tempel van de Gouden Tand. En tot op heden treedt hij nog steeds op.
Maar hij vindt het ook ontzettend leuk om mensen thuis uit te nodigen. De trommels die u daar ziet, die maakt hij allemaal zelf. Zij laat ook heel graag zien hoe hij die trommels maakt. En hij legt ook uit welke kleding er wordt gedragen, waarom de kleding wordt gedragen. En hij laat ook zien hoe hij die kleding aandoet. Het is niet zo dat hij daar helemaal in zijn onderbroek staat, maar hij laat in ieder geval een aantal dingen aan u zien. En na dit bezoekje gaat u nog op bezoek bij de andere lokale familie, waar u een handje mag helpen in de keuken, deels een buitenkeuken. Daar gaat u een kookworkshop volgen en vervolgens mag u dat lekkere eten natuurlijk allemaal zelf opbeutelen. De volgende dag in Kenny heeft u helemaal te vrije besteding. Ik heb wel een tip voor u. Tijdens mijn eigen studiereizen heb ik kunstenaar Raju ontmoet. En als u het leuk vindt, dan nodigt hij u ook graag uit bij hem thuis. Zodat u een kijkje kunt nemen in zijn atelier. Dit is geheel zonder commerciële insteek. Raju is een filosoof en hij vindt het ontzettend leuk om mensen bij hem thuis uit te nodigen. En onder het genot van een kopje thee gezellig met u te praten en zijn huis en zijn woonsituatie te laten zien. Na Candy vervolgen wij de reis naar Haupatale. Vanuit Candy naar Haupatale zult u ook een gedeelte van de reis per trein afleggen. Het eerste stukje van Candy reist u naar Nanuoya. Dat zal ongeveer een rit zijn van 3 uur die u samen met de chauffeur aflegt. En in Nanuoya stapt u op de trein en reist u vervolgens verder naar Haupatale. Dit is ongeveer een treinrit van circa 2 uur. En op het moment dat u dan in Haupatale aankomt, dan staat de chauffeur daar weer te wachten met uw bagage. Die hoeft u gelukkig niet mee te nemen. En zal de rit nog zo'n 15 minuutjes duren naar uw verblijf voor de komende dagen. Dit is een hele kenmerkende foto van de treinreis door Sri Lanka. Zoals ik eerder al zei, een van de mooiste trajecten van de wereld is hier in Sri Lanka. Dat mooiste stuk dat loopt eigenlijk vanuit Kandy helemaal tot aan Ella. Mocht u deze hele treinrit willen afleggen, dan zal dat een rit van circa 7 uur zijn. Dus wij kiezen er eigenlijk altijd voor om het mooiste gedeelte van dit stukje, om u daarin te laten stappen. Het is namelijk ook wel goed om te weten dat het comfort en de sanitaire voorzieningen in de treinen niet heel luxe zijn. Dus een rit van 7 uur kan ook dan wel heel erg lang duren. Uiteraard proberen we wel altijd kaartjes voor u in de eerste klas te regelen. Wel goed is om te weten dat de kaartjes alleen aan het loket kunnen worden gekocht. En dat kan pas circa 2 weken van tevoren. Dus op het moment dat wij een gedeelte van de trein in uw reis opnemen, is dat altijd nog wel eventjes onder voorbehoud. Maar we doen er natuurlijk alles aan om die kaartjes voor u te regelen. Mocht het nou niet lukken om eerste klas kaartjes te regelen, dan zullen we met u overleggen of u het wellicht leuk vindt om in de tweede klas tussen de locals te reizen. Of we kunnen ook kijken naar een ander stukje van het traject. De stoelen in de eerste klasse zijn verder heel comfortabel. Er is geen airco in de trein aanwezig. In de tweede klasse zijn er geen deuren ook aanwezig en geen ramen, waardoor het vaak lekker doorwaait in de trein. Hou er wel rekening mee dat deze treinrit ook deels door de bergen gaat en langs watervallen, waar het soms weer wat frisser kan zijn. Dus het is wel aan te raden om iets van een jasje of een vestje mee te nemen. In de eerste klas zijn de ramen meer dicht. Maar daar zijn wel weer ventilatoren aanwezig, zodat het wel aangenaam is om te reizen. De komende dagen, 2 nachten, verblijft u in het prachtige Totelegalle. Totelegalle is een voormalig planters bungalow met 7 unieke suites. Het is gelegen tussen 8000 hectare aan theeplantage. Welke ooit door Sir Thomas Lipton zijn geplant. En dat is dan ook waar de Lipton thee, zoals wij hem kennen, vandaan komt. Ja, de komende dagen wordt u gewoon volledig in de watten gelegd. U verblijft bij Totelegalle op basis van all-inclusive. Dus dat betekent dat alle maaltijden, ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen op basis van à la carte. Maar ook een high tea in de middag, pre-dinner cocktails. En met een beetje geluk kunt u ook de barbecue ervaren die regelmatig ook door Totelegalle wordt gehouden. Zoals u ook linksboven op het plaatje kunt zien. All-inclusive bij Totelegalle betekent ook dat u een bezoek gaat brengen aan de theefabriek.
En aan het huis waar Sirlipton heeft gewoond tussen 1890 en 1910, lange tijd geleden. En de rest van de tijd kunt u gewoon heerlijk genieten. Het is ook een hele geschikte locatie om mooie wandelingen te maken. Of gewoon naast het zwembad neer te strijken en ja, te ontspannen. Na Haputaleven volgen we de reis richting Yala Nationaal Park. Dit is ongeveer een rit van zo'n 4 uur rijden. Eerder vertelde ik al even dat ze momenteel ook bezig zijn om hier een snelweg aan te leggen. Die is al deels klaar. Waardoor het dus mogelijk is dat het ja, straks een stukje sneller ook gaat. De komende 2 nachten verblijft u in de Wild Coast Tented Lodge. Het is een heerlijke accommodatie van Relais en Chateau. Zoals u ook op de afbeelding kunt zien, zijn dit luxe tenten. Die alle, of in ieder geval degene die wij aanbieden, hebben ook een eigen plungepool. En ook hier verblijft u op basis van all-inclusive. En dat betekent naast de maaltijden dat u ook 1 game drive per dag gaat maken. U kunt er natuurlijk meerdere game drives per dag maken, maar standaard is er 1 inbegrepen. Vanaf de Wild Coast Tented Lodge is het zo ongeveer 40 minuten rijden naar de ingang van het Nationale Park. Op het moment dat u in Wild Coast Tented Lodge verblijft, zit u al wel in een gedeelte van Yala Nationaal Park. Waardoor u ook al veel dieren in de omgeving daar zult zien. En ook op de route na de ingang van het park wellicht al olifanten tegenkomen. Hier nog een kleine sfeerimpressie van Yala. Yala is op 1 na grootste nationale park van Sri Lanka. Wilpattu, dat meer in het noordwesten van Sri Lanka is gelegen, is het grootste nationale park. Wilpattu is wat meer ongerept, waardoor de dieren soms nog wat lastig te spotten zijn. Yala Nationaal Park bestaat uit 5 blokken, waarvan 2 blokken toegankelijk zijn voor publiek. Ze zijn momenteel ook bezig om de andere blokken toegankelijk te maken. Dus het kan zijn dat tegen de tijd dat u daar bent, daar meer mogelijkheden ook zijn. In Yala kunt u helaas niet de Big 5 spotten, maar wel heeft u een hele grote kans op het spotten van luipaarden. Want in Yala Nationaal Park is namelijk de grootste luipaardendichtheid ter wereld. Maar naast luipaarden zijn er ook olifanten, slotberen, apen en veel kleinwild. En daarnaast zijn er ook nog meer dan 200 verschillende vogelsoorten. Dus mocht u het interessant vinden, dan laat het ons gerust ook weten waar u voor kunnen uitgaat. Mocht het zo zijn dat u juist geïnteresseerd bent in de vogelsoorten, dan kunnen wij dat aangeven aan uw ranger. En dan zorgt hij er ook voor dat het optimale uit deze game drive wordt gehaald. Vanuit Yala vervolgt u de rit langs de kust richting Kogalle, waar u de komende nachten gaat verblijven. Er zijn 2 mogelijkheden om de afstand tussen Yala en Kogal af te leggen. Dit is ook een gedeelte waar dus een snelweg aanwezig is. En mocht u de snelweg nemen, dan zou u daar ongeveer 2,5 uur over doen. Maar u kunt er ook voor kiezen om juist langs de kustroute te gaan. Deze route neemt wel wat meer tijd in beslag en zal ongeveer 4 uur duren. Het leuke aan de kustroute is wel dat u bijvoorbeeld onderweg een stop kunt maken in het plaatsje Bondra, waar een hele mooie vuurtoren staat. En het is ook mogelijk om iets meer landinwaarts een stop te maken bij de Mulkirigala Rock Temple. Daar zal ik zo ook nog wat meer over vertellen. De komende 3 nachten verblijft u in Kahanda Kanna. Een heerlijke boutique accommodatie met een prachtig uitzicht over de jungle, zoals u ook op de foto kunt zien. Kahanda Kanna is ongeveer 30 minuutjes rijden van Galle Fort. Kahanda Kanna heeft 12 unieke villa's, waarvan een aantal ook met een eigen plungepool, zoals u hier op de foto kunt zien. Hier ziet u de Hibiscus Suite, ook een van onze favorieten. Kahanda Kanna is een adults-only accommodatie ook en kinderen vanaf 12 jaar zijn hier welkom. Vanaf Kahanda Kanna is het ongeveer 15 minuutjes per tuk-tuk naar het strand. Kahanda Kanna heeft ook nog een zusteraccommodatie, KK Beach genaamd. En die is heel geschikt ook om te lunchen bijvoorbeeld. Wanneer u in Kahanda Kanna verblijft, kunt u ook gebruik maken van een gratis shuttle. Het was 15 minuutjes per tuk-tuk naar het strand.
De dagen dat u in Galle verblijft, kunt u ook een bezoek brengen aan de Mulkirigala Rock Temple. Deze ziet u linksboven op het plaatje. Een van de hoogtepunten van Sri Lanka is onder andere ook de Sikkiriya Rock, waar u misschien al van heeft gehoord. En die zag u ook kort even in het filmpje. Dat is locatie die niet opgenomen is in deze reis. Maar de Mulkirigala Rock Temple is zeker een goed alternatief voor het... om een beetje dat gevoel ook te krijgen. Het is een boeddhistische plek. U zult onderweg naar boven ook verschillende tempeltjes zien. En bovenop heeft u een prachtig uitzicht over de omgeving. Op de foto links onderin ziet u de steltvissers. Dat is ook echt een kenmerkend beeld voor Sri Lanka. En het is wel goed om te weten dat deze steltvissers niet meer actief zijn. Ze zitten er nog wel, maar dat is puur alleen voor de toeristen. Het kan best zijn dat op het moment dat u een foto van ze maakt, dat ze u vragen om een fooi daarvoor. Op de tweede dag gaat u een bezoekje brengen aan Galle Fort. Daar gaat u het fort verder verkennen met onze gids Sanjay. Een hele leuke man die u echt alle ins en outs over het fort kan vertellen. Het fort heeft heel veel Nederlandse invloeden ook, Portugese invloeden. En Sanjay laat u graag de verborgen plekjes hier zien. De derde dag, wanneer u in Kandakanda verblijft, heeft u de vrije besteding. Zoals ik eerder al zei, u kunt daar gewoon lekker ontspannen of lekker naar het strand gaan. Maar u kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een fietstocht te maken en de rijstvelden te bezichtigen die kort van Kandakanda gelegen zijn. Vervolgens gaat de reis verder richting de Malediven. Gaat eerst vanuit Kahandakanda natuurlijk naar de luchthaven in Colombo. Dit is een autorit van ongeveer 2,5 uur. En vervolgens heeft u een vlucht naar Malé. En dat is een vlucht die ongeveer 1 uur en 10 minuten zal duren. Op naar de Malediven, de ideale afsluiting van deze reis. Wanneer u aankomt in Malé, wordt u naar de lounge gebracht van deze accommodatie. Waar een hapje en drankje voor u te wachten staan. En vervolgens zal de transfer verder per watervliegtuig zijn. En deze brengt u in ongeveer 40 minuutjes naar het prachtige eiland Joali. Wanneer u een combinatie maakt tussen Sri Lanka en de Malediven, is de periode tussen december en april de beste reisperiode. Joali Maldives is gelegen in de Ba-atol. Op het moment dat u komt aanvliegen, dan ziet u het precies zo zoals u nu op de foto ziet. De Ba-atol is gelegen in het noorden van de Malediven. En met name erg geschikt voor duikers en snorkelaars. Het is ook een van de nieuwere resorts, zowel voor Talisman, maar ook op de Malediven zelf. Maar absoluut een van onze favorieten op dit moment. Hier hebben we nog een sfeerimpressie van Joali. Iedere villa is helemaal uniek qua inrichting. De villa's zijn erg ruim en bieden veel privacy. Er is ook heel veel kunst aanwezig op het eiland. Zowel in de villa's als in het restaurant en bij de andere faciliteiten. Het eiland is niet zozeer op kinderen gericht, maar ze zijn wel welkom. Er is ook wel een kidsclub aanwezig, een kleine kidsclub. Maar de focus van Joali ligt vooral op de volwassen gasten. Daarnaast zijn er een aantal fantastische restaurants met een service echt van topniveau. Dus mocht u van lekker eten houden, dan bent u hier absoluut op het goede adres. Er is een intieme sfeer. Op het moment dat het eiland opkomt, voelt u het direct thuis. Er is ook een huisrif aanwezig. Maar er zijn ook mogelijkheden om per excursie met een bootje nog naar een ander rif te gaan. Mocht u geïnteresseerd zijn in het duiken of snorkelen met walvishaaien of mantarogen, dan is de periode mei tot en met november hiervoor het meeste geschikt. Ja, helaas zijn we op dit moment alweer aangekomen aan het einde van deze digitale reis door Sri Lanka en de Malediven natuurlijk. Mocht u meer willen weten over deze geweldige bestemming, dan kunt u uiteraard contact opnemen via de onderstaande gegevens. En mocht de coronasituatie straks weer voorbij zijn, dan bent u natuurlijk ook bij ons op kantoor. Welkom voor een kopje koffie.
Ja, mocht u meer willen weten over de afsluiting op de Malediven, dan vertelt Ingrid u hier volgende week woensdag graag meer over in de webinar over de Malediven. Ingrid, zijn er nog vragen binnengekomen die we kunnen bespreken? Hallo Karin. Hallo. Nou, ik hoop dat iedereen in ieder geval in de eerste plaats net zo enthousiast is over deze eerste webinar van Talisman als dat ik ben. Ik vond het echt heel erg leuk en ja, ik kon me heel goed inleven in de reis naar Sri Lanka en de Malediven. Er zijn inderdaad wat vragen die ik eruit heb gepikt van wat ja, reizigers, medeluisteraars. En de eerste vraag is, ik lees hier, wat als ik toch naar het noorden wil reizen? Is dat mogelijk? Ja, natuurlijk is dat mogelijk. Ja, het Talisman is een maatwerkspecialist, zoals ik ook al eerder zei. Dus ja, iedere reis is helemaal op maat aan te passen. En mocht u het leuk vinden om juist ook het noorden te zien, dan kunnen we dat natuurlijk altijd inpassen. Het voordeel van de reis die ik net liet zien, is dat daar heel veel vrije dagen in zitten. Dus u kunt er ook voor kiezen om de reis wat in een snelle tempo te doen. En in plaats van die vrije dagen juist een paar dagen richting het noorden te gaan. Of we kunnen de reis natuurlijk verlengen. Dat is helemaal aan de klant zelf. Ja. Nou, mooi. En dan hadden we nog een vraag. De vraag is gesteld, is er malaria op Sri Lanka? Nee, er is geen malaria op Sri Lanka. Nou, mooi. En als laatste, of je ook kunt duiken op Sri Lanka? Dat is mogelijk inderdaad, met name bij Pigeon Island. Dat is aan de oostkust gelegen. Maar mocht u echt mooi willen duiken, dan kunnen we zeker de Malediven aanraden. Want dat is toch wel de ultieme plek. En met name ook de Ba-atol, zoals ik zojuist ook al vertelde. Ja, dus mocht u echt voor de duiken gaan, dan kunnen we deze combinatie ook zeker aanraden. Ja. Nou, bedankt. Ik hoop dat voor iedereen de vragen duidelijk zijn. De rest heb ik direct geantwoord. En nog eventjes voor iedereen. Het filmpje wordt aanstaande zondag in de nieuwsbrief nog een keer vermeld. Zodat iedereen het filmpje nog een keer terug kan kijken. Want soms haperen die wat wellicht bij meerdere mensen op de laptop of de computer. Oké. Nou. Ja, dankjewel. We hebben haar nu afronden. Heel erg bedankt allemaal voor uw aandacht. En ik hoop dat we elkaar snel spreken om een mooie rondreis samen te stellen. Hele fijne dag verder en geniet van het mooie weer vandaag.